ontspannen op een historische bank terwijl u uw telefoon oplaadt. Dat kan op de Badbank, die sinds kort naast het Honigcomplex staat. Op deze plek stond in de Romeinse tijd een badgebouw. Maker Joris Broeksteeg heeft de bank voorzien van zonnepanelen. Speciaal voor het Wondertuinfestival staat de bank nu bij het Valkhof Museum. De gemeente Nijmegen heeft een tender uitgeschreven en daarbij kon je een plan indienen. En daarbij vroegen ze naar een point of interest om ter herdenking van het Romeinse badhuis, wat hier omstreeks 200 jaar voor Christus tot een jaar of 260 na Christus heeft gestaan. En zodoende heb ik een plan ingediend en dat wordt goedgekeurd door de gemeente. Het plan houdt eigenlijk in dat je in bad kunt, zoals de Romeinen dat 2000 jaar geleden ook deden. En hier kun je alleen niet in bad in het water, maar je gaat hier zonnebaden. En het bad heeft ook een zonnepaneel, is mee uitgerust. En zo kun je ook je telefoon draadloos opladen door middel van de zonne-energie. Het bad blijft hier gedurende het hele festival staan, tot en met maandagochtend. Dan gaat hij weer terug naar zijn plek op de Honig. De gemeente en de provincie hebben een fietsroute-app ontwikkeld. Deze kun je gratis downloaden. En deze fietsroute-app brengt je langs allerlei points of interest uit de Romeinse tijd. Nu staat er natuurlijk bij het Honigcomplex niets meer wat eraan herinnert dat het badhuis daar ooit heeft gestaan. Dus zodoende hebben we deze bank hier geplaatst. De fietsroute is dus gratis te downloaden en je bent daarbij directeur van je eigen museum. En op allerlei plekken kun je dus allerlei dingen verzamelen die je kunt toevoegen aan je eigen museum. Thank you.